We hebben in ons schoolrestaurant een aantal aanpassingen gedaan, zodanig dat alles op een veilige manier kan gebeuren. Leerlingen komen toe in de wachtruimte en daar worden ze gevraagd om hun handen te ontsmetten. Dan komen ze binnen, dan gaan ze hier bij het binnenkomen de schotel nemen. En voor de rest wordt alles bediend door het personeel dat hier aanwezig is. Het bestek wordt op hun schotel gelegd. De maaltijd wordt bediend. Ze staan in twee aparte rijen naar gelang de keuze die ze maken. Dan schuiven ze verder richting de kassa, gaan ze naar de eetzaal. Nemen ze de maaltijd uiteraard dan zonder mondmasker, maar van zodra dat ze recht staan, zoals op restaurant in feite, het mondmasker terug op. En dan gaan ze naar de afruimpost aan de uitgang van de zaal, zodanig dat er geen kruisende leerlingenstromen zijn. En verlaten ze de zaal via de andere uitgang. En zo denken we, hopen wij, dat wij dat op een veilige manier kunnen organiseren.